Yo mensen, DeWonderKnight hier en welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag gaan we Tom Clancy's The Division spelen. Het is een open beta dit weekend. De beta was van 18 februari tot en met 21. Dus dat is tot morgen. Dus je kan hem gratis installeren. En vandaag ga ik er een videootje over maken. Morgen waarschijnlijk ook nog eentje over de Dark Zone dan. Maar dat ga ik morgen wat meer uitleggen. Maar nu ga ik gewoon de single player eigenlijk laten zien. Excuseer. En ik ga een missie doen en dat zal deze eerste video van The Division zijn. Oké, we zijn bijna bij de eerste missie. Mijn wapens zijn een assault rifle, een shotgun en een handgun. Dus dat is wel redelijk goed. Oké. Hier moeten we rondgaan. Dus ik zal even uitleggen waarover dat de game gaat. Dus eigenlijk... Alert. Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire. Small arms fire. We would have us in their sight. JTF, hearing this? Please respond. Oké, dus dit is... Analysis complete. Uploading coordinates. Oké, dit is de missie die ik ga doen. Wacht, ik ga het geluid toch iets stiller zetten, zodat jullie mij beter horen. Zet het op 60. Zo. Oké. Zo. Ik vind het wel een leuke game. In het begin dacht ik dat ik hem niet zo leuk zou vinden, maar uiteindelijk valt hij nog wel goed mee. Het moet iets dichter zijn. Wat? Ik moet nog ietsjes dichter. Daar. Talk to the GTF officer. Oké, waar is die gast aan hier? Without you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Warning, hostile forces approaching. Dat was te denken. Tango's inbound. Oké, go, go, go. Ah! Die. Die. Uh-oh. Die. Dus ja, ik zou zeker aanraden om de beta te installeren vandaag best nog. Want morgen heeft het niet veel zin meer, tenzij je een hele dag gaat gamen. Dit wapen heeft best veel recoil. Zo. Oh, wat de f... Hij zit hierop. Meent je het? Wat ga jij GTA doen? Want some? Target is secure. No more hostiles detected. Pak dat. Oké, mooi zo. Eerst is er nog één. Oké. Bon, ja, dat was wel een korte missie, dus ik zal nog even wat verkenning doen. Dus ik zal even de game uitleggen. Dus dit is je map. Dit is uiteindelijk, je begint de game hier. Hier begin je. Dan moet je een paar missies doen om
de base of operations in orde te maken. Dan heb je hier nog een encounter, Die missies heb ik al gedaan. Dat zijn de enige twee missies dat je in de beta kunt doen. Dan, ik zou nu al de Dark Zone uitleggen. Dus de Dark Zone, dat is hier. Dat is uiteindelijk een zone waar dat je andere mensen tegenkomt en waar dat je betere wapens en al krijgt. Dus dat is daar. Maar dat ga ik morgen opnemen. Anders ik zou jullie mijn wapens al eens tonen. Dus dit zijn mijn wapens. Ik heb deze allemaal. Dus shotgun, MP5, Military Scar H, M4, Double Barrel Shotgun en Classic AK-47. Maar die vind ik niet zo goed. Ja, armor. Waarom heb ik dan niet aangedaan? Deze zijn beter. Deze zijn beter. Dit is veel beter. Wat heb ik hier nog? Ja. Dit wilde sowieso echt een goede outfit en goede wapens hebben voordat je in de Dark Zone gaat. Want ik weet dat er daar heel veel enemies zijn en ja, dat is vooral teamwork in de Dark Zone. Laten we de stad een beetje verkennen. Dus je ziet, de graphics zijn eigenlijk echt wel mooi gedaan. Misschien ga ik de game kopen. Hij komt uit op 8 maart. Dat zeiden ze toch in het begin. Dus 8 maart is de release date. Is dat een enemy? Nee. Ik dacht dat dat een enemy was. Ja, je kan hem natuurlijk nu al pre-orderen. Wat is dit? Niks. Ik heb geen idee wat dat echo is. Wacht, wat? Dat is hier een extraction point, denk ik. Ja, dat is hier een extraction point. Die moet je helpen in het begin. Is dat een enemy? Nee. Je kan ook verschillende abilities. Dus ik heb nu turret aanstaan en first aid. En ja. Momenteel is er eigenlijk niet veel meer in de beta te zien. Ja, behalve de Dark Zone dan. Wat is dit? Huh? Oh. What? Ja. Ja. Dat neem ik. Van mij. Ja, dat zijn nog wat enemies. Misschien kan ik... Holy shit, dat zijn er veel. Hierna zal ik de video waarschijnlijk stoppen. Kom op, hè. Dus het is een open world game, dus je moet er wel van houden. Eerst nog iets. Oké, ik weet niet wat dat die man aan het doen is, maar ik ga hem ook nog een funny moment erbij zetten. Dat zal op het einde zijn, want dat was echt iets raar. Dat was de eerste missie dat ik deed. Ja, ze zeiden in het begin wel dat er nog wel bugs gingen zijn en al.
Dus ja. Wat is dit? De team. Correct. Oké, maar mensen, hierbij ga ik de video laten. Active Echo Beacon detected. Oké. Is hier nog iets? Nee. Maar die man zit daar nog steeds. Hij is terug in die huid. Dacht ik al. Echo available for playback nearby. Ja, maar ik heb daar geen zin in om dat af te spelen, dus. Oh, ik heb eigenlijk geen flauw idee wat dat Echo is. Ik heb de beta pas vandaag geïnstalleerd. Dus ja, er zijn wel geen voertuigen dat je kunt besturen, of ja, voor zover ik weet toch niet. Dus je moet wel alles te voet doen, maar dat gaat wel. Maar ja, ik denk dat we ongeveer dat ik alles ongeveer heb uitgelegd. Dus ja, dit is de map. Dus dit is de base of operations, dat had ik al gezegd. En dan, wacht, ik denk, ja, heel deze zone is de dark zone. Dus je ziet, daar rood hier. Dit allemaal, want dat gaat niet meer. Dus heel dit gebied is de dark zone. En ik zal even het verhaal nog vroeg uitleggen. Dus het gaat eigenlijk over New York City. Dat een virus op Black Friday. Dus ik hoop dat mensen wel weten wat dat die dag is. Dat is met alle koopjes. Ja, met alle koopjes, want ik heb daar eens in het nieuws gezien. Kun je die dieren doodschieten? Ik ga dat nu niet doen, ik ben geen dierenbeul. Maar bon, mensen, als jullie meer van Tom Clancy's The Division willen zien, ram dan natuurlijk op die like-knop. Morgen ga ik de Dark Zone opnemen. En ja, je kan de beta nog tot morgen installeren en spelen. En dan ga je moeten wachten tot 8 maart. En ja, dus als jullie meer willen zien, ram dan vooral op die like-knop. Ik ben ook bezig aan een montage. En nieuwe intro's. Dus ja. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen. Wacht, ik zeg het anders. Bye bye mensen. Tot de volgende keer maar weer.